Ja, voor Lelystad is de luchthaven erg belangrijk. Het is een mooie pijler in de economische ontwikkeling. Als het gaat om de ontwikkeling van de provincie is het in logistieke zin belangrijk dat de weg, de spoor, de lucht en het water goed gefaciliteerd is. Ik denk dat de minister wel wil dat die open gaat, maar persoonlijk denk ik dat het een lastig verhaal nog is en blijft. Het zorgt ook voor banen en ik denk dat dat heel goed is voor Lelystad om daar aan tegemoet te komen. Ik sta daar iets anders in. Ik woon naast het vliegveld. Ik kijk er elke dag naar. Ik zie nu een vliegveld wat al een paar jaar op onhold ligt. Het is duidelijk dat onze samenleving behoorlijk van mening verschilt met elkaar over hoe om te gaan met zo'n voorziening. Daar nemen politieke partijen stellingen in en het is voor de kiezer belangrijk om op de partij te stemmen die hun standpunt verwoordt, welk standpunt je ook hebt. We kunnen niet altijd tot consensus komen, maar ik denk dat juist ook met de beïnvloeding, ook door partijen die het er minder mee eens zijn, dat je met z'n allen wel voor je omgeving zorgt en dat je ook de belangen van iedereen mee afweegt in je uiteindelijke besluitvorming. Als die dan open gaat, hoop ik dat het wel een innovatieve luchthaven wordt die als eerste echt die emissies reduceert. Respect voor de bewoners, voor de landbouw en de andere partijen en belangen.